Nou, Marlieke de padvinder gaat erop uit vandaag. Ik heb tegenwoordig een hele goedkope kracht in het huishouden gevonden. Van bouwval tot droomhuis. Nog extra touch aan je outfit. Jij kan die tekst supergoed. Goedemiddag allemaal, leuk dat jullie kijken naar het nieuwe tv-programma van bouwval tot droomhuis, hopelijk. We mochten vandaag kijken voor het eerst in ons nieuwe huis. En ja, wat vinden we er nou eigenlijk van? Ja, dit wordt onze woonkamer. Daarachter de keuken. En dan heb je hier het water, wat natuurlijk echt wel te gek is. Het water valt me heel erg mee. Ik had gedacht dat het meer een soort sloot zou zijn, maar het is best wel breed. Nou, er komt hier een soort nisje. Misschien dat jullie wel de plattegrond nog herinneren uit mijn vorige video. Er komt hier de tuin. Dan is dit een beetje het uitzicht aan de voorkant. Ik hoop dat er nog een boompje of zo geplant gaat worden. Dat zou op zich wel leuk zijn. Maar dat komt allemaal. Je moet echt, als je gaat voor een nieuwbouwtraject, moet je echt geduld hebben. Weet je, geef het een jaar of vijf de tijd en dan is het allemaal gewoon bebouwd en begroeid. En dan zijn de mensen lekker gesetteld en dan kan de buurt barbecue van start gaan. Een blaadje heb ik erin, oké? Oh, een blaadje. Oh ja, dat is goed. Dat maakt het extra lekker, denk ik. Jij wordt ook helemaal zweet? Ja, dan krijg je er helemaal warm van, hè? Ja. Om te koken. Jij het ook helemaal warm? Ja, ik heb het super heet. Het smelt bijna zo warm. Mijn neem is mama aan het helpen, hè? Oh, hij kookt over de kipgehaktballetjes. Met een beetje groente voor mij apart. Met spinazie, courgette, aubergine en champignontjes. En noedels. Gaan we een volgende kleur doen? Geel. Geel? Maar die hebben we net gehad. Dan, oh jij je. Ja, neem je ook nog een hapje? Voor je croissantje? Oké. Okay. Kijk, schattige poppetjes. Dat was een verjaardagscadeautje van het kindje van de kinderdagverblijf, hè? Ik kan eigenlijk niet praten. Ik had namelijk vandaag een self-care dagje. Ik had een massage. Ik had yoga waar ik eigenlijk te laat voor was. Dus mocht ik eigenlijk niet naar binnen. En ik had een maskertje. Zo'n kit van Delia. Ik kan echt niet praten, want dan ben ik bang. Ah, doe normaal, ik kan gewoon prima praten. Ik heb zo van die kits in het huis van Delia. Dus je hebt echt 5 stappen met peelings en dan weer een crème en dan weer vitamine en dan weer, nou ja, echt fantastisch. En nu is dus de ene laatste stap is dus dit kleimasker, omdat mijn huid best wel onrustig is de laatste tijd met puisten. En ik ben al best wel een tijdje niet bij haar in de stoel geweest door drukte. Dus dan is het echt ideaal dat je dit gewoon in huis hebt. Dus mijn man die is nu met een vriend... Ik ga even de tv uitzetten. Mijn man is nu met een vriend even een hapje eten. Toen dacht ik, ja, ik kan de hele avond lekker voor de tv gaan hangen. Maar ik kan ook mezelf een beetje nuttig maken en gewoon even... Weet je, dan heb je een goed gevoel, heb je lekker je huid verwend. En dan ga ik straks lekker een boek lezen. Daar ben ik de laatste tijd ook van. Dat ik gewoon even een paar bladzijden lekker lees voordat ik ga slapen. Dan slaap ik echt veel fijner. Dus, ik ben goed voor mezelf aan het zorgen. Life is a winding road. No telling where it goes. Mag ik hem mee op mijn vinger? Oude schoenen, komt puzzelen. Kom, puzzelen. Puzzelen. Ja, je bent alleen maar geobsedeerd door eten en door poppenzool kijken. Ja. Dit zijn van die al handige diepvrieszakjes. Komen die bij jullie ook thuis overal voor van pas? Wij zijn onderweg naar familieaangelegenheden. Dus we zijn bepakt en bezakt. We gaan er een leuke dag van maken. Zo lief. Hebben jullie het gezellig daar achterin? Ja. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And
Dag meneer Tillema. Dat is grappig hè, dat ze tegenwoordig luisterverhalen geen luisterverhaal meer noemen, maar gewoon een podcast. Tot zover. Helemaal hip. Verslag over de laatste uitzending van Titus Tillema. Dit is zo shit. Armee heeft gisteren thee over mijn laptop gegooid en ik dacht gisteren, oh hij gaat nog aan. Toen ben ik helemaal vergeten door de drukte om er nog iets mee te doen en nu lijkt hij dus gewoon kapot te zijn. Vanavond eten we kokosrijst, gewoon rijst met kokosmelk erin geramd. Met tempeh, gewoon kant-en-klaar gekruid hier. En wat gewoon groente. Het ziet eruit alsof je het je hond niet wil geven. We gaan het proberen. Ik vind het verschil tussen jongens en meisjes toch wel echt dat jongens veel meer honger hebben. Toch, heb ik het idee. Hij zit hier echt hele boterhammen met avocado weg te werken. Daarmee is ook goed aan het eten, want we eten nu wentelteefjes. Met deze stroop, die is echt super lekker. En die is volgens mij ook een stuk gezonder. Dus die eet nu ook wel goed. Alleen normaal is het een iets groter gevecht dan met hem. Ja. Nou, die wentelteefjes gaan er ook wel in. Het is een soort van prullenbak, hè? Een soort van pedaalemmer. Alles wat je op zijn bord legt, dat stopt hij dan naar binnen. Dus het is lekker makkelijk. Scheelt weer schoonmaken. Dus over een week is het Sinterklaas, komt Sinterklaas pas in het land. Maar Emelie heeft alvast de schoen gezet. En ze heeft er gewoon uit zichzelf een wortel bij gelegd. Dat vind ik oprecht best wel slim en knap van haar. En de tekening hadden we vanmiddag al gemaakt. Maar ja, je kunt maar beter te vroeg dan te laat zijn, hè, jongens. Als het om Sinterklaas gaat. Nog een keer. 1, 2. Goed zo. Je bent zo schattig, Yuka. Ik heb tegenwoordig een hele goedkope kracht in het huishouden gevonden. Het wordt hier opgevouwen als een professional. Waar heb je dat geleerd daarmee? Nergens. Je bent er wel echt heel behendig in. Dus, want er is natuurlijk ook genoeg werk aan de winkel. Eigenlijk is de was een soort ongoing project. Heel goed. Elke dag ben ik gewoon met de was bezig. Het is never ending story. Dan denk je, hey, ik ben super goed bij. Ik heb bijna alle wasmanden leeg. En dan geef je jezelf letterlijk een dag of een halve dag. En dan zit alles weer vol. Maar goed, dat heb ik al wel een beetje opgegeven. Dat het gewoon ongoing is. Elke dag gewoon even een wasmomentje. En daarmee is heel lekker bezig. Het is moeilijk winnen met deze. Mag ik hem? Ja, pak hem maar. Okay. Ja, ik heb gewind. Heb je gewind? Ja. Ik ga even kijken. Kijk, dan pak je zo'n snoepje eraf. Moet je hem hier opdrukken, heel voorzichtig. En dan? Knabbelknabbelknuisje. Waar is die? Wie knabbelt er aan mijn huisje? Dit is de best. Zo lekker rolt hij op zijn tijd. We zijn er een half uur voor omgereden. Dan hebben we wel de lekkerste van Amsterdam. Chins. Kennen jullie de glitterpiet al? Nee, geen glitter. Wat dan? Ik ben gewone piep. Wat is als jij mama wordt? Wat zei je dan? Dan mag Yuka papa worden. Oh, wat leuk. Nou, dat zijn de papa en mama wel heel leuk. Dan worden we ook bij Noma. Dit waren dus mijn meest gedragen laarzen van 2021. Jawel. Dus nu ben ik heel erg blij, want ik heb eenzelfde soort laarzen gevonden bij Manfield. Je hebt hem dus ook precies in die witte kleur als dat ik net liet zien. Goeie hak, niet te dun. Zodat je altijd tussen de steentjes komt te zitten buiten. En het is een mooie aanvulling op de laarzen die ik natuurlijk al heb qua combineren.
En daarnaast moet ik ook wel eerlijk zijn dat ik dit soort laatste natuurlijk veel aandoe als ik bijvoorbeeld voor mijn werk ergens naartoe moet. Of ik ga een hapje eten of zo 's avonds. Maar overdag, als ik bijvoorbeeld met mijn kinderen ben, maar ook gewoon op mijn werk, als ik bijvoorbeeld veel moet lopen om een dagje weg ga naar de stad of zo. Ja, dan draag ik eigenlijk altijd platte schoenen. Dus ik was ook nog even op zoek naar goede platte schoenen. En die heb ik gevonden, ben ik super blij mee. Die zitten in deze doos, zijn net binnengekomen. Die heb ik ook bij Manfield gevonden. En hoe leuk is dit lakleer? Want deze zie je dus best wel veel nu. Kijk, gewoon mega stevige zool. Zit super lekker. Staat leuk onder een rokje. Hey, ik heb een idee. We zitten nu natuurlijk in de wissel van seizoenen. En ik weet niet of jij er ook last van hebt. Maar dan moet ik altijd even weer een soort van pas op de plaats. Inspiratie. Hoe ga ik ook weer mijn oude collectie, mijn oude garderobe combineren met mijn nieuwe items die ik misschien geshopt heb. En nou ja, het moet allemaal weer warm. Ik moet allemaal weer wat meer vesten gaan dragen. Weer een maillot. Dus ik dacht, ik ga gewoon allemaal verschillende lookjes samenstellen met deze nieuwe schoenen. Dus allemaal verschillende stijle lookjes. Zodat ik voor mezelf ook eigenlijk gewoon meteen voorwerk heb gedaan voor die ochtenden dat ik een jengelend kind aan mijn been heb hangen en geen tijd en ruimte in mijn hoofd. Misschien dat jij weer op ideeën komt van qua hoe je het allemaal moet gaan stylen. Kijk, een jurkje is natuurlijk altijd goed. Maar dan die schoenen met dat lak. Dat geeft er gewoon echt wel een beetje een extra dimensie, vind ik persoonlijk. En zijn van die mensen die zeggen van ja, maar je moet bijvoorbeeld vloek kunnen kleren omdat je nooit bij elkaar is. Bijvoorbeeld oranje en roze, rood en paars. Ik dacht, dit zou je denken, het vloekt. Maar je ziet best wel vaak van die haarbanden. Ik dacht, misschien is dit wel leuk voor nog een extra touch aan je outfit. Met glittertjes. Nou, we zijn weer voor de all black look. Ben ik dus de laatste wel meer van. Ik heb er geen idee waarom. Maar nogmaals, als je dan dus voor zo'n all black look gaat en je hebt deze schoenen, dan is het gewoon niet saai. Dat vind ik trouwens ook van het materiaal van dit jasje. Dit heeft een soort, ik weet niet wat, het is een soort mix tussen satijn en nepleer of zo. Kun je gewoon een maillotje onder doen. En deze blazer heeft zo'n riem. En dat vind ik dan dus heel cool, omdat je echt je taille accentueert. Deze tas heb ik dus ook nieuw. Want dat vind ik gewoon een heel tof. Ja, het lijkt wel een beetje Chanel ruitje. En daar past dus mijn laptop in. Dus super fijn. Deze is dus ook van Manfield. Dat is echt een tip, want er zit ook een langer koord bij. Dus dan kun je hem zo houden. Nou, dit is dus weer echt een totaal andere look. Bijna gewoon een beetje festival met die trui zo en die broek. Dan zie je maar dat die schoenen ook echt prima onder gewoon een wijdere broek kunnen. Zit ze gewoon lekkertje casual en dan kun je altijd nog zeggen van jongens, we maken het look helemaal af met een kleppie, weet je wel. Gewoon lekker stoer petje. Nou, Marlieke de padvinder gaat erop uit vandaag. Beige schoenen aan. En wat ik dus zo mooi vind aan beige is de combinatie met wit en goud. Het is wel een beetje een chique look nu. Maar dit, ja, ik vind dit gewoon een hele mooie kleurcombinatie. Weet je, heel zacht, heel chic, heel vrouwelijk. Dus dit zou ik dan misschien niet buiten als het min 10 is, zo met blote beentjes. Maar als je gewoon thuis een diner hebt of inderdaad een afspraak waarbij je gewoon in de auto stapt, kun je prima of een huidskleurige panty of zo'n gehaakte beige panty eronder. Maar ik zou hem dan wel gewoon lekker in deze kleuren houden. En met zo'n luipakjackie is het gewoon meteen een totaal andere look en veel speelser. En stoerder en super leuk ook met deze beige laars, vind ik. Juist die combinatie van een beetje vrouwelijk en een beetje stoer met de jackie.
ik heb dus nu een slangenleren rok. Maar waarom ik dit lookje heb uitgekozen is omdat ik het zo chill vind van deze laarzen. Is dat ze dus perfect aansluiten bij zo'n net over de knie rok, weet je wel? Dus dan kun je wel inderdaad subtiel gewoon een zwart pantytje of zo eronder. En dan zie je die eigenlijk bijna niet. En dan heb ik er gewoon een lekker wol vestje op gedaan. Zo, dus dan is het lekker comfy. En ja, dit kun je ook gewoon elke dag dragen, toch? Ik hou ervan. En om de boel een beetje af te maken, zou je het ook nog kunnen afstijlen met een leuke hoed bijvoorbeeld. Een beetje stoere hoed. Zo, dan heb je weer een totaal andere look. Wanneer je van kleur houdt, kun je natuurlijk ook gewoon uitpakken, jongens. Ik hou eigenlijk ook gewoon van kleur. Maar ik zit nu even in een soort van neutrale fase. Maar ik vind het een heerlijk jackie. Ik heb hem denk ik echt forever in mijn kast. Want af en toe wil je gewoon lekker iets geks. Althans, ik wel. Het kan best toch? Zo, of niet? Zie ik er verschut uit. Ik denk dat Aimee, als ze Sesamstraat kijkt, helemaal fan van mij wordt met dit jasje. Aimee heeft nog nooit Sesamstraat gekeken, bedenk ik me nu. Misschien ga ik dat een keer voor haar opzetten. Dan ga ik gewoon Pino spelen voor haar. Welke van deze outfits zou jij het snelste dragen? Ik ben super benieuwd, laat het me weten. En ik zal in de omschrijving nog even de directe linkjes van de laarzen toevoegen. Nou, we hadden ook weer heerlijk gezond gekookt vanavond. Alle vitamines zijn weer binnen. Nee, grapje. Zorg altijd dat we voldoende ruikers binnen hebben. We hebben een werkdagje vandaag met Laura. En we hebben even lekker... Ik heb haar zo lang lopen lekker maken. En een bakkertje bij mij om de hoek hebben ze de lekkerste taartjes. Kijk hoe beeldig deze eruit zien. Paw Patrol, wow, oh, oh. Paw Patrol, oh, oh. Ik heb dus altijd van die kinderliedjes in mijn hoofd. Paw Patrol is niks te alles toe. Als er een probleem is, avontuur erbij. Kom, pups. Maar zo, jee, zwartje, schoenmaak. Zijn onderweg, Paw Patrol, Paw Patrol. High five! Jij kan die tekst supergoed. Trots op jou. Wie ben jij? Welke pup? Aimee. Sky. Sky mee. Hier ook. Nou, we hebben weer lekker gekookt vanavond. Hummus met een soort haché eroverheen. Een broodje. Zorg maar. Een broodje. Doen we straks. Vandaag is de dag waarvan je wist dat die ging komen. Dat je babyhaar alle kanten op zou gaan staan. Dus we moeten met haarlak aan de slag. En we moeten het gewoon accepteren, want het hoort erbij. Ik vind het ook helemaal niet erg hoor, eigenlijk hoor. Alleen ik moest wel even lachen hoe het vanochtend op mijn hoofd stond. Het is weer een nieuwe dag. En het is vandaag de dag dat ik een nieuwe laptop ga kopen. Want hij kan eigenlijk niet gemaakt worden. Ja, die hele laptop is eigenlijk naar de piep. Dus ik ga zo meteen naar de Apple Store. Ik ga maar een nieuwe laptop kopen van 2000 euro. Ja, ik baal er eigenlijk best wel van. Aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon bedrijfsrisico. Dit hoort erbij. En ik ga gewoon proberen om het eventueel misschien wel op mijn aansprakelijkheidsverzekering te gooien. Want it wasn't me. Het is een risico van werk, maar het is ook een risico van mamlife. Dat dit soort dingen kunnen gebeuren. En dan ga ik met frisse, goede moed van start. Want ik was wel even een beetje, ja, chaos gewoon. Ja, ik merk wel dat dan als zoiets gebeurt, dat ik dan echt een beetje even van de leg ben. Dan loopt alles gewoon anders. En ik weet niet of dat mijn ADHD is of dat iedereen dat zou hebben. Maar ja, dan is het gewoon even chaos. Want dan is zoiets belangrijk, je laptop waar je mijn hele werk in zit. Wat je dan kwijt bent even. Oh, wat is die geur van herfst toch lekker, hè? Ik weet niet wat het is. Zijn dat een beetje de vallende blaadjes of zo? Dat rottingsproces wat dan zo lekker is. Gewoon die frisse, gezonde lucht. Heerlijk. Ik ben altijd dan wel, als ik dan op de fiets zit, jaloers op iedereen die dan al handschoenen uit de kast heeft gehaald. Weet je wel, van zolder. Ik ben dan zo'n type die dan eerst 5 keer heel mijn handen moet laten bevriezen. Omdat ik denk, nee, het is nog niet zo koud buiten. Het hoeft nog niet. En dan vervolgens iedereen op de fiets ziet die dat wel heeft. En dan baal, omdat ik dan gewoon elke keer of vergeet het uit de kast te halen of überhaupt niet weet waar mijn handschoenen nog liggen op zolder. Maar nog even over die type mensen. Misschien ben jij dat wel. Ik dus overduidelijk niet. Die al heel vroeg de handschoenen uit de kast hebben gepakt.
zijn volgens mij ook de mensen die al heel lekker op tijd een kerstboom in huis hebben staan. Ja, ik denk aan kerstbomen, omdat het natuurlijk daar al bijna tijd voor is. En ik zie al hier en daar mensen met een kerstboom. En dan denk ik ook van ja, ga ik het ook al doen? En in dit geval ga ik het misschien wel eerder in huis halen, want ik vind het wel verdomde gezellig om zelf even de slingers op te hangen, letterlijk en figuurlijk in het leven op dit moment. Want we zitten dus weer in een lockdown. Dat is nu de situatie. Dus ik moet wel zeggen, deze week viel zeg maar alles een beetje samen. Mijn laptop, de lockdown, Aimee had weer nachtangsten. Wat had ik nou nog meer? Ja, chaos in mijn hoofd. Ik voelde mezelf niet zo lekker, een beetje keelpijn. Weet je, zo'n week dat je denkt, vind ik het leven nu leuk? Niet echt. Maar ik merk ook wel dat ik steeds beter leer om mezelf dan ook gewoon te herpakken. En het gewoon ook even zo, dan is het gewoon even zo. En ook niet heel veel over na te denken, niet veel bij stil te staan. Want alles wat je aandacht geeft, dat groeit. En waar ik ook niet goed van word, nu we toch aan het zeiken zijn, aan het zeuren, aan het klagen, is dat hier in heel Amsterdam overal aan de weg gewerkt moet worden. Ik bedoel, wat moet gebeuren. Alleen, het is allemaal bij mij in de buurt. Overal kun je niet door, overal staan hekken. Het is ook gewoon super gevaarlijk met kinderen. Want ik moet Aimee echt continu capuchon trekken of aan de mouw. En dan vindt ze dan weer irritant. En dan zegt ze, nee mama, niet aanraken, niet aan me zitten. Ze zegt, ja maar als ik het niet doe, dan word je zo meteen overreden door een of andere taxi die er als een gek doorrijdt. Of weet je, fietsers die ook als van die ongeleide projectielen hier over straat fietsen. Dan loop ik zo dus elke dag. Hoi. Succes, werk ze. Kijk, die zijn super hard hier allemaal aan het werk. Wat echt heel erg nodig zal zijn. Maar het is gewoon gevaarlijk. Want dan loop ik zo met mijn dochtertje. Ja, en dan komen hier ineens om de hoek echt iemand als een gek aan fietsen. Want hier moeten dus op de stoep moeten dus nu fietsers. En dit is zo'n gevaarlijk punt. Het is gewoon super gevaarlijk. Ik heb wel gewoon twee kleine kindjes bij, weet je wel? Fietsers en voetpaden zijn nu zeg maar samengevoegd. Ja, het is gewoon één grote chaos. Maar ik geniet ook wel zo erg van de schoonheid van Amsterdam. En elk voordeel heeft zijn nadelen, want het is gewoon natuurlijk allemaal oude meuk. Al die panden en al die wegen. Het moet allemaal gewoon verbouwd worden, weet je? Dat die bril er constant verslaat. Nou, wat een toppers zijn het hier. Ja. Bij de PC-dokter ben ik. En ze hebben dus zowel mijn harde schijf. Die was kapot. Die was laatst gevallen. Dat was mijn eigen fout. En mijn computer dus gecheckt. En daar heb je best wel even tijd voor nodig om dat allemaal uit elkaar te halen. En ze rekenen gewoon helemaal niks ervoor. Ja, ik gun het jullie van harte dat een keer iets gemaakt kan worden. Maar ja, het is allemaal te kapot eigenlijk. Ik ga toch gewoon stiekem heel even deze winkel binnen. Dit is zo'n geweldige zaak. Kijk, nou, dit wil je toch allemaal hebben, gewoon. Zo mooi. Mooi, hè? Ja, echt prachtig. Lunch halen bij de keurslager. Vind ik toch altijd de allerlekkerste plek als je iets van salades of vlees of zo wil halen. Of soms kant-en-klaar gerechten. Sowieso gaat er natuurlijk niks af en toe boven een goede gehaktbal. En het onmisbare ingrediënt is voor mij toch altijd wel echt ketchup. Ik heb dus heel veel boerenkool gedaan. En heel weinig aardappel. Maar het is echt best wel lekker gewoon. Lekker veel groenten. Deze rook moet toch in de was. Ja, nou deze zit ik inmiddels een avocadootje te eten. Wat zijn we flexibel, hè? Nou, het is weer helemaal spik en span. Dankzij de handstofzuiger, jongens, wat moest je zonder deze dingen. Die zijn zo handig. Dan ga ik het hele huis nog even langs. Elke avond voordat ik ga chillen op de bank. Ik moet eerlijk zeggen dat er niet heel veel chillen vanavond meer overblijft. Want ik ben echt lang bezig geweest om
op te ruimen. En ik hou van deze stokkenstoelen. Ik vind ze heel leuk, maar ze zijn echt verschrikkelijk om schoon te maken. Al die hoekjes, die gaatjes, die randjes. Zo, en nu met een welverdiend theetje op de bank. Ik heb een nieuwe thee. Nighttime. Die ruikt echt super lekker. Zetten we Netflix aan, krijgen we Paw Patrol natuurlijk weer te zien. Aimee kijkt niks anders, meen ik serieus. We willen alleen maar Paw Patrol kijken. Elite is toch wel heel fout, maar ook wel gewoon echt een heerlijke serie om te kijken. Ik heb letterlijk de hele dag nog niet in de spiegel gekeken. Volgens mij zitten allemaal mascara onder mijn ogen. Ik merk ook als ik die bril op heb, dat dat allemaal minder boeit of zo, snap je? Ik vind het dus helemaal niet zo erg dat ik veel mijn bril op moet, zeg maar, qua looks. Maar ik weet niet, een bril, ik kan er gewoon niet aan wennen. Een bril zorgt ervoor dat je een soort van afstand hebt van jezelf tot aan de wereld. Er zit letterlijk iets tussen. En het is een soort vissenkom effect. Ik zat heel lang te denken van, wat is nou dat gevoel? Dat je er gewoon niet helemaal bent. Dat je minder scherp bent. Wat ik zeg, die afstand. Dat je letterlijk gewoon een glas ertussen hebt. Dus minder in verbinding of zo met de wereld. Snap je me nog? Maar ja, en je bril heb je ook vaak op als je gewoon een beetje lui bent. Of inderdaad net je make-up eraf hebt gehaald. En nog een uurtje s'avonds tv gaat kijken. Of ziek bent of zo. Of, weet je wel, maar niet als je in actiemodus bent. Of op werk, dan, of met vriendinnen weg, of met mijn man, dan heb ik eigenlijk gewoon meestal mijn lens in, snap je? Dus los van het gevoel dat je er zeg maar niet helemaal bent, voel ik hem ook gewoon de hele tijd zitten. Hetzelfde als je einde van de dag een zonnebril gewoon heel graag af wil zetten. Althans, dat heb ik altijd. Op een gegeven moment ben ik er gewoon echt klaar mee dat hij zo op je neus zit en achter je oren. Dat kan hierbij dus niet. Je hebt hem gewoon de hele dag op dat ik echt soms denk, oh, ik wil hem zo graag af hebben. Dus vandaar dat ik er een beetje een haat-liefde verhouding mee heb. Maar het moet. Nog even. Een paar weken. En dan worden mijn ogen gelezerd. Maar daar snel meer over. Nou jongens, wat een techniek tegenwoordig. Ontgrendel met touch-ID. Kijk! Dan gaat hij aan. En dan heb je hier dus allerlei handigheid, jongens. Ik met mijn cursor dus verander. Kijk, dan komt er van alles hier. Ja, geen idee wat dit eigenlijk voor nut heeft, maar... Nou, dan ben ik natuurlijk eigenlijk hartstikke blij dat mijn computer gecrashed is. Want dit technische hoogstandje had ik natuurlijk niet willen missen. Jongens, ik zit weer lekker in de work mode. Eindelijk. Ik heb eindelijk weer een volle dag om te werken. Want gisteren was ik natuurlijk ook heel erg druk bezig met de installatie. Het overzetten van de backup. Dus het was ook gewoon weer een verloren dag. Dat is natuurlijk ook een van de redenen dat ik vorige week geen vlog had. Dus dan weet je dat... Ik ga lekker knallen. Mijn schoonouders hebben de kids mee, dus het is even rust in de tent. Ik zat vanochtend nog even bij de Hoxton te werken, maar ik merk toch dat ik uiteindelijk het lekkerste werk hier gewoon bij mezelf aan de eettafel. Ik ben heel erg benieuwd hoe ik dat straks in Weesp ga doen. Ik denk dat ik dan gewoon 2 dagen in de week lekker in mijn kantoortje op zolder ga werken. En dan 2 dagen ook nog lekker naar Amsterdam ga en meetings combineren met koffietentjes werken. Want ik merk dat het wel heel fijn is om geïnspireerd te raken en... Even op een andere plek te zijn en andere mensen te ontmoeten uiteraard. Dat is ook best wel belangrijk voor mijn job. Dat ik wel ja, gewoon een beetje de voelsprieten hou met wat er allemaal gebeurt. En de trends en gewoon geïnspireerd raken door gesprekken die ik heb met mensen. Want dat is uiteindelijk het liefste wat ik doe is verbinden. En jullie ja, een gevoel geven van ook een beetje van mijn leven hier. En daar ook weer inspiratie uit kunnen halen. En als ik de hele dag alleen maar thuis... Zit achter mijn laptopje, daar is er natuurlijk ook geen fluit aan. En daarna ga ik mijn nagels lakken, want ik kan er niet tegen dat ze ongelakt zijn. Ik heb daar gewoon de handen niet voor. Sommige mensen zie ik en dan denk ik, ja, het staat jou prachtig, die natural look. Ik heb handen zoals bouwvakkers. Ze zijn ook inmiddels weer helemaal droog door het slechtere weer buiten en het vergeten van de handschoenen. Dus er mag wel weer een lakje op, dat ga ik vanmiddag ook doen. En dat is het voordeel van voor jezelf werken. Ik werk heel vaak 's avonds nog. Natuurlijk social media postings, maar soms ook editen als ik een deadline heb. En daardoor af en toe in de middag geef ik mezelf een uurtje om yoga te doen. Of nou ja, zoals dit, nagels lakken. Even een momentje voor mezelf om die avond daarvoor, als ik aan het werk was, even te compenseren. Nou, we vloggen toch wel een beetje afgesloten met het gevoel dat ik mijn leven weer een beetje terug heb.
Mijn nagels en mijn leven onder controle. La 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 la